Nou, welkom in deze vroege ochtend. We zijn weer even op een fiets naar de training. En we zullen even een speed trainingetje. Snelheid. Mijn ding. Ja, dat is zeker zijn ding. En nou ja, aardig mooi weer. Mooie dames. Normaal heeft hij, dat kan je niet maken, joh. Nou, ik had het tegen dat vogeltje. Ja, dat staat niet wel. Nou ja, zeg zo wat. Ga zo heel even verder. Gaat hij vol over zijn punten, jongen? Nou, broers het. Ja, super. Mind ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Vandaag hebben we hier Stijn Land uit Gerkesklooster, als ik het goed zeg. Heerenveen woont tegenwoordig woont hij in Heerenveen, want hij doet topsport, gedaan short track. En dat gaat de laatste tijd heel goed, hè? Kun je een beetje vertellen over je, nou ja, je carrière, wat je wil bereiken en hoe de trainingen gaan? Nou ja, kijk, afgelopen week was ik een beetje ziek. Oh, wacht, ik moet niet... Ja, maar dat komt denk ik door... Ik ben zo professioneel met dit. Dat komt denk ik door het feesten, dat komt niet door het weer, denk ik. Ja, we waren naar Walibi geweest. En Walibi was ik in een boomstammen geweest. En dan was het een beetje nat. Het was heel koud die dag. Hoezo durf jij niet in een achtbaan dan? Want met water is natuurlijk niet verstandig. Nee, in mijn vorige leven zat ik op dammen en daar heb ik gewoon trauma's aan. Ja, jongen, je komt er ooit wel, maar dit soort dingen moet je natuurlijk niet doen. Leuk dat jullie hebben gekeken naar het Broersjournaal. Volgende keer komt er vast wel een andere gast die... Ja, weet je, dit is Stijn Land, dit is natuurlijk iets anders. Dit is een andere level, hij is veel te goed voor dit eigenlijk. Maar volgende keer... Jullie gaan het zien wie er gaat komen. Doei! Ik sta hier met de wereldkampioen. Wereldkampioen skiller. Niet normaal. Ongelooflijk. Hoe ben jij zo goed? Ja, wat heb je ook, wat heb je ook dikke benen. Heerlijk. Ongelooflijk. Hoe doe je dit, Jordi? Jordi. Ja, jongens. Kunnen we nog wat van leren? Ja, dat is ook zo. Nou, dankjewel. Dankjewel. Doei, als ik, plezier. Als ik dit drink... Jongens, fijn weekend. Fijn weekend. Doei. Hey, later. Oh, hier staat een paal. Ja, Aron Donkerboeten. Oh, kunnen weer. Ja. Dat was de wereldkampioen, ja, jongens. Dat was wereldkampioen. Hij is supergoed. Ja. Ooit willen wij ook natuurlijk wereldkampioen worden, maar... Maar niet op de skillers. Nee, natuurlijk maar niet. Maar wij willen met dammen. Ja. Ja. Nou ja, schaak is ook leuk. Ja, nou dat is gewoon wat ingewikkelder. Ja. Nou ja. Maar... Jongens, we hebben Yakult gekregen van hem. Dus dat zal wel goed komen. Hoop ik. Denk ik. Moet ik hem daar? See you Sunday! Mel, ben je zo bij deze even 10 zetten als ik bezig ben? Look. Ga maar hoor. Tot zondag, Mio. Ja, doe maar hoor. Jij bent echt goed. Ja, Stijn. Kijk je schema. Die bekijk je toch wel als je gaat trainen. Wat moet ik doen? 5 seconden naar beneden. Je kijkt het schema toch wel, Stijn. Iedere zondag krijg je die doorgestuurd.
lange baan had je ook al niet gekeken. Wie zei dat? Ja, je weet gewoon niet wat je moet doen. Kijk, sta eens over. Zei je wat? Zei je wat? Nou, de training is voorbij. Lekker ek! We gaan met de trap, jongen. Mooi. Ach. Nou ja, ik dacht dat een beetje lief te zijn. De training is voorbij. Ja, dat is dan niet eindkoekje. Maar ik is het wel hè. Ah. Weet je, sommige mensen vinden een beetje dik. En die kunnen dit wel niet hebben. Maar ja, wij sporten het er wel weer af. Dus... Ze hebben er heel veel van in hun buik, denk ik. Nou, wij gaan even een teammeeting houden. Ja. Psycho, a little bit psycho. So understand, I need to be the one who takes you home. Fuck you. Fuck you, man. Welkom in Sven's huisje. We gaan even eten aan het maken. We gaan vandaag lekker pannenkoek eten. Toch niet? Oh nee, toch niet? Nee, we gaan weer lekker... met een lekker mild pindasaus van Tony Max. Heerlijk. En een beetje bastonje er doorheen, dat doen we ook erbij. Oh ja, dat is lekker. Gewoon voor de zoete smaak. Ja, zeker, dat is echt lekker. En ik zag net dat Lotte Stegeman, onze vakantievriendin, terug is uit Gran Canaria. Dus welkom terug in Nederland. Ja, ja, anders komen jullie even een keer naar Friesland. Ja, dan is hier tenminste. Hoe gezellig. Godverdomme. Hij zei jongens, chef kok, even minstens jongen dat alles even door elkaar gaat. Maar ja. Anders gaat alleen de onderkant een beetje goed worden, weet je wel. Ik heb heel lekker gedoucht, jong. Ja, ja, lekker fris. Lekker, mooi shirtje. Doe stilz wel een beetje, mag ik zeggen. Waarom je, jongen? Nou, hierbij gaan Sven en ik de vlog even afsluiten. Ja, zeker. We zijn even lekker aan het eten. Wow. Kip met rijst en een beetje groenten. En een beetje satésaus en een beetje water. En ben nou even die dikke knol en zo knol aan het zien. Want we moeten wel kijken naar ons voorbeeld. Kijk, zo kijken we bij bijvoorbeeld Short, dan kijken we naar Sienke Knecht. Hij is Niels Kersthold. Hij is echt goed. Maar Sienke, dat is toch wel de bekendste van Nederland, zeg maar. Dus daar kijken we echt heel vaak naar. En ja, ik denk dat hij dit niet eet. Ja, ik weet niet wat hij eet, maar kijk, we moeten wel naar ons voorbeeld kijken. Snappen jullie, jongens? Dank u wel. We zijn klaar. Nou ja, volg mij anders nog maar op Instagram, @steinland. Jongens, @ Sven Roeste. Dankjewel. En Broezen, @ Broezen. Met ons nieuwe Instagram. Nou, tjallas.